Welkom bij Camper Casa, Camper Verhuur. Ik ga u uitleggen hoe onze Challenger 2090 werkt. Het is een vol integraal, en toch maar 6,68 meter. Bijzonder grote leefruimte en een bed boven de voorstoelen waarin u overdwars kunt slapen. De camper heeft twee sleutels, een klapsleutel voor het contact en voor de tankdop. En een campersleutel voor alle andere deuren open te doen en voor alle luiken open te doen. We beginnen met de voordeur eventjes. Als eerste. Zo is hem slot. Ik draai hem los. En dan kan ik hem eenvoudig openmaken. Van binnenuit kan ik hem op slot doen door deze naar binnen te drukken. Indien de camper deur dicht is. En zo maak ik hem weer open. Dicht trekken aan de hand van deze stang. En dan kunt u hiermee het raam nog even verduisteren. Maar het raam is al bijzonder makkelijk. Kunt u zien wie er voor de deur staat. Prullenbakje voor de afval. Gaan we even andere luiken langs. We beginnen hiervoor. Een bergluik. Eigenlijk hoeft er daar normaal ook niet bij. Hier zit de huisartaccu in. Er zit een plakset voor als u een lekke band heeft. En de krikset met een wielsleutel voor als u het wiel zou moeten verwisselen. Alle luiken gaan open op dezelfde manier. Met dit slotje. Op het moment dat de kuiltjes bij elkaar zijn, is hij op slot. Op het moment dat ik ze van elkaar af heb staan, de kuiltjes, dan kan ik het luik openmaken. Op slot zetten draai ik hem eerst even met de kuiltjes naar elkaar toe. En dan zet ik het sleutel dwars, dat hij evenwijdig is aan de sleutel, aan het slot. En dan kan ik hem zo indrukken. Werkt met deze ook zo. Alleen deze ligt dan liggend. Draai hem los. Hier vindt u de gasfles. We werken met een LPG-fles. Voorzien van een slangbreukfilter, zodat hij onder het rijden ook gewoon open kan blijven staan. Er zit een metertje achterop waar u kunt zien hoe vol de gasfles nog zit. Deze is vrij krap. Ik maak dan altijd met mijn mobiel een fotootje, kan ik precies zien hoeveel er nog in zit. We hebben vulnippels voor het buitenland. U kunt gewoon in Nederland tanken. Dat doet u door deze dop te gebruiken. U kunt het luik gewoon dicht laten. U zet hier de vulbuis van het gas op, haalt hem over dat hij klemt. Drukt op de knop van de pomp en hij slaat vanzelf af als hij 80% vol is. Want dit is een speciale fles die daarvoor geschikt is. Bent u nu in het buitenland, dan kunt u dus een buitenlandse nippel erop draaien. Zoals bijvoorbeeld deze Franse nippel. Draait hem handvast, niet te vast, want dan trekt u het rubber kapot. Zet de buitenlandse pistool erop, drukt weer op de knop en hij slaat weer af als hij vol is. We hebben dus deze nippel voor Frankrijk en Italië. We hebben nog een nippel met een schroefsluiting. Dus deze voor België en voor Duitsland. En deze nieuwe nippel, bajonetslang, voor Italië, voor Spanje en voor Portugal. In wezen hoeft u er dus helemaal niet bij te komen, kunt u gewoon dicht laten. U krijgt hem vol afgetankt mee en u levert hem ook weer vol afgetankt in. Is de volgende ook weer blij als u op reis moet. Deze er weer op doen als u klaar bent met tanken. Dan komt er geen vuil in de vulbuis. Hier vinden we nog een keer de roosters van de koelkast. Hij staat nu al aan. We proberen altijd de koelkast aan te zetten voor de mensen die komen afhalen. Dan is hij al lekker koud, kan je spulletjes er zo in leggen. Je hoort hier wat geruis en wat getik af en toe. Het is een volautomatische koelkast, maar hij gaat dus zelf af en toe schakelen tussen 12 volt gas en 220. Maar u hoeft daar verder eens niets aan te doen. Dat is ideaal. Als u nou op de camping staat en u staat meerdere dagen, u wilt hem aansluiten op stroom, dan pakt u de stroomkabel achteruit de garage. U stopt deze kant hier in de campergedeelte. U kunt hier zelfs nog een extra stekker aansluiten als je buiten zit en wat stroom pakken. De andere kant is de bekende blauwe stekker die in de campingpaal gaat. Stopt u erin, voor de rest hoeft u niks te doen. De camper herkent automatisch dat de stroom binnenkomt en schakelt de boel aan en om. Bent u nu op een plek waar u een gewone stekker heeft, dus geen speciale paal, kunt u dit verloopje erop schuiven en dan kunt u hem gewoon in de normale stekker aansluiten om ergens stroom te pikken. Maar dus, als ik al zei, de camper is voorzien van een zonnepaneel, dus u bent behoorlijk self-supporting. U kunt heel lang zonder stroom. Oh, het eruit halen. Sorry. Het eruit halen van de stekker pakt u hier boven het klepje en u trekt hem naar buiten. De klepje haakt hier achterin vast. Als u hem even dan licht, dan kunt u dat loshalen en kunt u hem eenvoudig uittrekken. Hier vindt het toilet. Los. Knijp hem in. Ik pak deze tank. Deze til ik op en dan kan ik de tank eruit halen. Ik kan hem nog verder trekken om eventueel uit te trekken en met de wieltjes
te transporteren. Doen we hem even in. Als u op het punt bent waar u hem kunt legen, dat is meestal op de camping een speciale leegplaats voor chemische toiletten. Of op de camper servicepunt, de zaal waar u ook het water kunt vullen, kunt u altijd ook de wc legen. Tenminste in 9 van de 10 gevallen. U draait deze dop eraf, zodat die open is. U gebruikt deze dop om te ontluchten. U leegt de tank door deze ingedrukt te houden, dat die makkelijk leeg loopt. Doet er wat water in, spoelt hem even goed door. Nog een keer legen, kijken of het water een beetje schoon is. Als dat het geval is, dan doet het er een bodempje water in, een klein beetje. Zodat de pillen die wij gebruiken in de wc kunnen worden gegooid binnen en die kunnen oplossen in het water. We gebruiken tegenwoordig bacteriologische pillen. Die zijn 100% biologisch afbreekbaar. Het is milieuvriendelijk en heel veilig. Let er goed op dat deze goed in positie staat. Mocht u per ongeluk een keer de tank open gedaan hebben om te kijken of alles goed zit, dat deze schuif weer dicht zit, dat deze zo staat, dat deze vanaf deze kant af erin schuift en niet andersom. Is dat het geval, gaat hij namelijk heel makkelijk naar binnen. Druk hem even aan dat hij vast zit en klaar. Wil het niet naar binnen, dan zit een van die posities niet goed. We sluiten hem weer af. En we doen hem weer even op slot. Even de sleutel pakken. En we sluiten hem weer af. Krijgen we hier de grootste luik. Maak hem ook weer even open. Zogeheten garage. De bergruimte. Waarin u uw tafelstoelen en dergelijke kwijt kunt. U vindt daar ook een extra opstapje voor bij de deur. Luifelstrips om de luifel extra vast te zetten. Stroomkabel met een verloopje. Slingers voor de luifel en voor de fietsendrager. Een waterslang om hem te vullen. En er hoort ook een kraankoppeling bij. Ik even zorgen dat hij erbij zit straks. U vindt daar de gieter. Mocht u met slangen niet bij kunnen komen, iets dat het te ver is, kunt u altijd met de gieter heen en weer lopen om te vullen. U vindt daar nog een bord voor de fietsendrager en een gevarendriehoek. Voor mocht u pech hebben dat u die kunt gebruiken. Deze heeft ook nog een luik hier aan de achterkant. Dat je eigenlijk van alle kanten af je spullen kan pakken. U vindt daar aan de zijkant naast de deur ook nog een aansluiting voor 220. Aansluiting voor 12 volt, een verlichtingsschakelaar voor als het donker is en ook nog een verwarmingsbuis. De wordt ook nog verwarmd als de kachel aanstaat. Hier aan de achterzijde vinden we ook de fietsendrager. Omdat dit luik open moet kunnen, hebben we een speciale liftfietsendrager. Daar hebben we een slinger voor met een soort inbesleuteltje, doppie. Zetten we hier op, dat hij vastklikt, gaat hij magnetisch op. Draai de slinger zo dat je kan draaien. En we gaan hem losmaken. Ik zal even de beveiliging eraf halen. Deze kant even los. En deze kant. Dan draai je hem verder los. Even een beetje helpen, want er zit geen gewicht aan nu. We draaien hem door tot de laagste stand. Dat kan je zien hier aan de aanslagrubbers. Als die tegen de stang aan zitten, dan zie je ook dat de band los gaat hangen, zodat er geen spanning meer op staat. Dit is de laagste stand. We klappen hem dus open. We kunnen hem even nog vastzetten door deze hierboven te zetten. Om op te klappen, zodat hij omhoog blijft. Maar je doet hem omlaag. Maak deze open, zodat de fiets erop kan. Zet de fietsen erop. We kunnen voor allebei de goten ook een beugel hierboven gebruiken. We kunnen alle positie draaien. Vinden we altijd wel een stuurpen of een zadelpen waarmee je hem vast kunt zetten. Dit gaat door het laagste punt van de velg, haalt u hier doorheen, trekt u strak. En deze gaat hier doorheen en die trekt u ook strak. Losmaken, weer even indrukken en dan kunt u ze losmaken, deze ook, heel eenvoudig. Heeft u een kabelslot, ook heeft het kabelslot hier omheen en om beide fietsen, zodat het pakketje goed aan elkaar verbonden is. Als de fiets erop staat, draait u hem weer omhoog. Let er dan heel goed op, bij deze eerste goot, die zit vrij dicht tegen de wand aan, dat het stuur even dwars draait. Anders heb je heel gauw kans dat het stuur tegen de bovenkant van de camper aankomt. En dan heb je alles omhoog gedraaid en dan moet je weer omlaag om het te veranderen. Dus zet hem gewoon dwars. Dat is het makkelijkste en dan heb je ook geen beschadiging aan de camper. Op het moment dat ze er dus op staan, draai je hem weer netjes omhoog. Zo draai je hem door zodat hij hier tegenaan gekomen is. Dat hij goed aansluit, dat hij goed stevig staat. Staan ze ook een beetje naar de camper toe. Daar houden ze in dat, zei ik al, deze eerste fiets komt best naar de camper toe. Deze band doen we even om de drager heen als extra borging. Die doen we hier doorheen en we trekken hem weer strak. Zodat hij niet per ongeluk onder het rijden los zou kunnen trillen of wat dan ook.
en dat die omlaag zou komen. Deze weer even netjes hier tussen. Dan zit hij weer degelijk vast. Deze halen we los door hem los te trekken. Ik zei al, het is magnetisch, dus ik kan hem er gewoon aftrekken. En deze leggen we weer in de garage. We hebben hier nog een tweede slinger. Die is van de Luifel. Die doen we hiervoor in het oog. Zetten hem weer op draaien. En gaan langzaam de Luifel open draaien. We draaien hem uit totdat we er een beetje knap bij kunnen. En dan gaan we de poten uit de goot halen. Dat doen we door ze naar deze stoel te trekken. Aan deze kant en aan deze kant. Hier klemt hij en daar zit hij in het oog. We draaien hem zijwaarts naar buiten. Draaien de vergrendeling los. Laten hem staan en we draaien hem even vast. Dat doen we over deze kant. Weer naar buiten. Vergrendeling los. En we zetten hem neer. Draaien we even verder. Hij kan 2,5 meter uit. Dus dan kunt u een lekker een veranda maken waar u onder kunt zitten met uw tafels en stoelen. Zet de poten weer even uit om te voorkomen dat die onderuit zou vallen. Want dan hangt alles aan de zijwand. Dus dat is niet zo handig. Draai hem tot het eind dat hij wat slap gaat hangen. Draai hem terug zodat hij weer strak staat. En een heerlijke bescherming tegen de zon. Maar ook eventueel tegen de regen. Het doek is waterdicht. Is van kunststof, dus kan ook best nat worden. Mag je best een keer nat indraaien als je daarna maar weer een keer droogt. Want als het te lang nat is, dan gaat het ruiken. Met miserig weer kan je dus ook uitzetten. Waar je alleen moet voorkomen, want het is een beetje elastisch doek, is dat er een waterzak in komt. Dat het water in het doek blijft staan en dat hij langzaam vol loopt. Want dan wordt hij zo zwaar dat de Luifel helemaal in elkaar stort. Om dat te voorkomen, zetten we deze wat lager. Zodat hij goed afloopt, het water hier goed in de goot komt en hier afloopt naar beneden. Heb hier een flinke plas en aan die kant houden we het lekker droog. De Luifel is wel heel windgevoelig. Er zit sowieso een paar haringen liggen erin. Dat kunt u gebruiken, maar we hebben dit jaar ook extra een paar Luifelstraps. Die schuift u hier voor in de Luifel en die kunt u afspannen en met een haring vastzetten in de grond. Dan is hij wat beter geborgd als alleen de haring die normaal hierin gaat. Bij het minste geringste windje wordt hij eruit gelicht. Let er goed op als u weggaat. Draai hem ook in de Luifel. Als u weggaat en het weer slaat om, gaat harder waaien of hard regenen, komt hij terug en dan legt hij of op het dak of hij legt op de grond. Maar van allebei wordt u niet blij. Ook s'avonds als je gaat slapen, draai hem gewoon in. Het is een klusje van niks. Dus het is zo gepiept. En dan hoeft u niet s'nachts uw bed uit als het per ongeluk wel gaat waaien. Om alsnog in te draaien. Blijft een gevoelig onderdeel van de camper, dus neem er geen risico's mee. We gaan hem weer even indraaien. Ik zet hem weer even terug in de positie. Ik heb nog een pootje een stukje naar binnen. Dan hoef ik niet nog een keer te lopen zo direct. We gaan hem weer indraaien naar binnen. Totdat de poten weer vrij hangen. En dan draai ik deze wel los, doe hem omhoog. Ik kan hem met mijn vingers of met mijn duim kan ik hem even een beetje vasthouden. Dan kan ik hem rustig aandraaien. Zet hem naar binnen. Let er goed op bij het inklappen dat het pootje vlak met de poot zit. Dat hij niet zo om staat, maar dat hij vlak er tegenaan staat. Dan past hij ook keurig in de bak. Zo niet, dan steekt hij er veel uit en dan kan het indraaien. Sluit hij niet goed. Deze weer omhoog, vasthouden en rustig dichtdraaien. Pootje plat, die erin. En dan draaien we er helemaal in. Je ziet het is een klein klusje. Zeker als je het al wat vaker gedaan hebt. Je draait hem erin en hij is weer keurig opgeborgen. En u kunt weer verder met de reis. Omdat het slot kapot was, hebben we een ander slot ingezet. Maar anders moet je die keer twee sleutels gebruiken. Dus we gebruiken gewoon deze, alleen de bovenste sluiting. Deze kunnen we gewoon zo laten. Hoeft niet gebruikt te worden. Hierboven vindt u nog een paar extra planken. U kunt ze zelfs nog opklappen. Als u hele lange spullen mee zou willen nemen, maar normaal ligt hier wat spullen in die je wat minder vaak nodig hebt. En kun je ze lekker op die plek laten. Doen we weer even dicht. Dus alleen met de bovenste slot. In dit geval vinden we hier nog de in- en uitlaat van de kachel. Hij haalt zijn schone lucht van buiten, gebruikt het om te verbranden en doet de afvallucht weer naar buiten blazen. Een gesloten systeem, zodat hij geen zuurstof van binnenuit verbruikt. Dat is een veilige manier van verwarmen. Hier vinden we een inspectieluikje voor de kachel. Hoeft u in wezen helemaal niet bij te komen, maar dat is meer voor ons. Als er wat is, kunnen we de kachel bekijken en uitlezen.
Doe ik ook even netjes slot. Hier vinden we de watertank. Dop haalt u eraf. Hangt de slang erin of met een gieter vult u hem af. Gaat 100 liter water in. Gebruik het niet om te drinken. Het is water om te douchen, om te spoelen als. Als drinkwater zou ik flessen water kopen. Het zit er best wel lang in en je weet niet wat voor water je er precies in gooit. Dus om ziekte te voorkomen onderweg, koop lekker flessen water om te drinken en gebruik dit voor het overige werk. Dan vinden we hier als laatste nog een luikje voor te tanken. Die gaat dus met het contactslot, de klapsleutel, is het enige luikje wat met een andere sleutel open gaat. Zet de sleutel erin, draait hem een slag en ik kan de dopper afhalen. Diesel. Niet te verwarren met benzine, altijd diesel tanken. Als je klaar is, weer erop zetten, even aandraaien, klepje weer dicht en klaar. Dan gaan we verder met de binnenzijde. Ik zei het net al, het afsluiten van de deur door deze hendel, dichttrekken hiermee en het rablenderen hiermee. We hebben hier nog een horretje om de vliegen buiten te houden, ideaal. Let er wel goed op dat de deur nu niet dicht slaat, want dan slaat hij in één keer in de hor. Dan hebben we kans dat deze touwtjes kapot gaan. Dus altijd als het hard waait, zorgen dat de hor open staat. Dan gaan we hier naar binnen. We vinden hier om de hoek het hoofdpaneel van de camper. We vinden daar de hoofdschakelaar die nu groen is. Die moet ik altijd aanstaan, waardoor die groen wordt. Hiernaast de hoofdschakelaar verlichting zetten we ook even aan. Dan zie je nu al allerlei lampjes verschijnen. Als deze niet aanstaat, kunt u allerlei knopjes aan en uitzetten, maar dan komt er niks. Als deze aanstaat, kan ik gewoon met de knopjes de verlichting aan en uitzetten. Daarnaast vinden we de kraan, oftewel de waterpomp. Die zetten we ook aan, zodat water op druk blijft. Op het moment dat u wilt doorspoelen of de kraan wilt gebruiken, dan werkt het gewoon. Als extra hebben we nog een buitenverlichting op de buitenkant van de camper. Die kunt u hiermee aanzetten. Als u buiten zit, onder de luifel, wilt extra verlichting hebben, kunt u daarmee de verlichting aanzetten. Hieronder vinden we wat niveaumeters. Dit is de accu van de camper. Dat is een opbouwtekentje. Er gaat hier ook een lampje branden bij de accu van de camper. Hij is nu zo goed als vol. Komt ook omdat het zonnepaneel nu volop aan het werk is. De zon schijnt en hij is volop aan het laden. Door het zonnepaneel kunt u ook overal staan. Bent u echt helemaal zelfvoorzienend. Hier hebben we de accu van de auto, de startaccu. Nou, die is ook bijna vol. Wordt niet geladen door het zonnepaneel, maar wordt weer geladen als je straks de motor start en gaat rijden. De watertank, die is ook afgevuld. Je kunt ook zien, 100% vol. Zit hier weer een icoontje en hier de stand. Als laatste hebben we hier nog een icoontje om de verlichting eventueel wat te dimmen of wat feller te zetten. Is op zich niet zo spannend, want hij gaat toch in een soort slaapstand als je hem niet gebruikt. Hieronder vinden we een rood lampje. Dat knippert nu ook toevallig. Houdt in dat de afvalwatertank vol is. Dat u die even moet legen. Hier gaat een groen lampje branden op het moment dat de stekker aan de buitenkant in de camper gaat. Want een teken dat u de stroom ook werkt van de camping. Dat u ook echt stroom binnenkrijgt. Dat niet de zekering van de paal van de camping eruit ligt. Want de camper draait zichzelf helemaal op 12 volt. Gebruikt alleen de 220 om de accu bij te laden. Maar dat heeft u pas door als de accu helemaal leeg is. Dus hier kunt u zien als u de stekker erin stopt dat hij ook daadwerkelijk binnenkomt. Op dat moment gaat ook de koelkast automatisch over op de 220. Hoeft er ook niks aan te doen. Daarboven nog een koppeltekentje. Als de motoraccu helemaal vol is, gaat u ook de huisaccu meeladen onder het rijden. Hier aan de zijkant vinden we twee schakelaartjes. Dat zijn verlichtingsschakelaartjes. Eentje is van de blauwe lampjes, loopverlichting. Vindt u her en der een blauw lampje. Hier ook onder de badkamer bijvoorbeeld bij het opstapje. En hier bij de deur bij het opstapje. Dat u niet in het donker struikelt over de niveauverschillen. Het tweede lampje is de sfeerverlichting. Hier achter de spiegel en bovenin vindt u dan overal verlichting onder de aanrecht. En hier aan de zijkant van de bank. Zet ze weer even uit. En boven vinden we de thermostaatvoer van de kachel. Dus geen knopjes, gewoon een sensortje. De kachelbediening vinden we hier links van het paneel. Die is nu in een ruststand, zit er alleen de tijd. Op het moment dat ik hem in ga drukken, krijg ik een aantal icoontjes te zien. Door aan deze knop te draaien, kan ik dus wisselen tussen dit icoontje of een van de andere icoontjes. Hij gaat gewoon in de ronde, totdat ik weer bij die plek ben. Dit is het thermometertje in de camper. Dat houdt in, dat is de verwarming. Daarnaast vindt u het thermometer in het water. Dat houdt in, dat is de boiler. Ik zet even de verwarming op knipperen. Ik wil die hebben. Ik druk hem even één keer in. Hij zegt hij staat nu uit. Ik draai aan de knop totdat ik de temperatuur heb die ik wil hebben. Stel dat ik hem op 18 graden wil hebben. Druk ik hem weer in. En hier gaat nu het vlammetje aan. En dat teken dat de kachel geactiveerd is. Hij brandt nu niet, want het vlammetje is stil. Op het moment dat de kachel gaat branden, gaat dat vlammetje ook knipperen. Ik kan het even laten zien door de boiler te gebruiken. De boiler staat nu uit. Ik zet hem even op eco. En ik zet hem aan.
Dus hij gaat de boiler gelijk knipperen, want het water is koud op dit moment. Dus hij gaat gelijk aan het werk. Het is ook echt een boiler, het is geen gijzer. Dus als u wilt douchen en u zet het warme water aan, duurt het 25 minuten tot een half uur voordat het boiler op temperatuur is. Is hij eenmaal op temperatuur, dan stopt hij ook met knipperen. Dat betekent dat het water zijn temperatuur bereikt heeft. Dus altijd eventjes ruim van tevoren het warme water aanzetten als u het nodig heeft. Als u hem niet gebruikt, ziet u nu ook gebeuren, gaat hij in een soort slaapstand. Verlichting gaat uit en hij gaat in het display weergeven de ingestelde temperatuur en de tijd van dat moment. Wil ik de boiler weer even uitzetten of de kachel weer even uitzetten? Ik kies weer met de knop het icoontje en ik draai hem weer terug naar off. Ik zeg accepteren en het vlammetje is weg. Mijn kachel staat nu uit. Hetzelfde kan ook met de boiler. Zet hem weer even. In plaats van eco kan hij trouwens ook nog op hot of op boost. Maar eco is de normaal gebruikte stand. Dat is meer dan voldoende. Ik kies hem weer eventjes. Ik zet hem nu uit. En ook het tekentje boven verdwijnt. Dus nu gaat hij ook weer in een ruststand. Dan hebben we voor de rest nog wat andere technische knopjes. U vindt hier bijvoorbeeld verlichting van de lampen boven de zitgroep. Dat zijn deze twee. Eén voor de rechterkant en één voor de linkerkant. Zit een beetje ver weg, maar als u een keer nodig heeft, zitten ze dus hier boven de deur als u daar verlichting wilt hebben. Hieronder vinden we verlichting hier boven in het plafond. Aan de zijkant, zei ik al, de zweerverlichting achter de spiegel en her en der in de camper. En onder de kastjes vindt u hier leeslampjes. Kunt u nog draaien, naar gelang u de positie wilt veranderen. Boven de keuken vinden we een lampje met een knopje aan de onderkant voor de werkverlichting. Hierachter vinden we wat sfeerverlichting, die gaat weer met een knopje aan de zijkant. Hierboven ook allemaal sfeerverlichting, dat is één centrale knop. Achter in de badkamer vinden we hier op de zijkant van de wastafel twee knopjes en nog een 12 volt aansluiting. Het ene knopje is hier voor de verlichting van de badkamer zelf, het andere knopje is van de verlichting hier in de kast. Even kijken, dus deze vindt u hier verlichting als u wat moet zoeken in de kast in het donker. Deze kast sluit normaal magnetisch, kunt u gewoon open laten staan. Gaat u rijden, doet ze dan dicht, kan er niet iets tegenaan waardoor die open gaat. Deze badkamer is bijzonder ruim, is af te scheiden door deze schuifdeur. Onder het rijden opletten dat u deze weer even vastzet door dit bandje even eromheen te zetten. En met de klitband vast te zetten. Anders gaat bij iedere rotonde of iedere bocht gaat de deur open en dicht. Hier in de badkamer vind je ook nog diverse bergvakjes waar je spulletjes kwijt kunt. Hieronder nog een ladekastje. In het ladekastje vindt u ook de wc-pillen. We gebruiken dus bacteriologische pillen. Je kunt er gewoon in de wc gooien. Ik zal er gelijk even eentje pakken. U doet dus in de tank, als u hem geleegd heeft, even een bodempje water. Vervolgens opent u de tank van deze schuif. Gooi de pil erin in het water en die lost automatisch op. De wc kunt u nog wat draaien als u iets anders wilt zitten. U doet hem open, u schuift, doet de schuif open, doet de boodschap en u spoelt hem door met deze knop. En daarna doet u de schuif weer dicht. Let er goed op dat hij goed dicht is, dan blijft alles lekker fris ruiken. Pillen zorgen voor het oplossen van de afval van het wc-papier, maar ook dat het een beetje fris blijft ruiken. Kraan vindt u hier van Mengkraan, heel simpel. Stopjes, let erop dat u onder het rijden de stopjes in de camper houdt. Anders kunnen wel eens nare luchtjes uit de afvalwatertank, met name in de bergen, door drukverschillen kunnen die uit de afvoer omhoog komen en dat is niet prettig. Dat hebben we gehad, de douche. Ook deze deur is geborgd met een bandje. Maakt u weer los. Zet hem even met de magneet vast en dan kunt u heerlijk douchen. De douche is voorzien van deze beugel. Die kunt gebruiken om een handdoek op te hangen, maar ook om kleding uit te hangen of een natte jas. Stopjes eruit en het water kan gewoon weglopen. Hij is voorzien van dubbele stopjes, dat als u wat schuin staat het water altijd weg kan lopen. Ook deze onder het rijden gewoon erin laten. Kraan, spreekt allemaal voor zich denk ik. Dit kunt u eventueel nog openmaken door het naar buiten te trekken, deze aan de zijkant in te knijpen en dan het dakluikje open te zetten. Voor de ventilatie als u in de douche bent. Onder het rijden altijd weer even
dicht doen. Vorkje dicht en klaar. Gaan we naar de keuken. Keuken voorzien van 3 pitten. We kunnen ze zelfs nog apart 1 pitje gebruiken. Of alle 3 open doen. Of alleen 2 gebruiken. Maar er kunnen altijd 3 pannen op. Ik druk het gasknop in. Druk even op de piezo-ontsteking. En u houdt hem even vast. Dat hij warm kan worden. En daarna kunt u hem loslaten en blijft hij gewoon branden. Deze ook eventjes. Even vasthouden. Iets langer vasthouden. Tijd heeft om warm te worden. Dat is nodig om te zorgen dat hij veilig is op het moment dat u het raam open heeft bijvoorbeeld en de vlammen zijn uitwaaien, stopt automatisch de gastoevoer. Gauw als hij geen warmte meer voelt, dan stopt de toevoer van de gas. Dan kunt u nooit problemen krijgen dat het gas blijft stromen terwijl u het niet wilt. Let goed op, dit zijn aflegplanken, geen snijplanken. Gebruik het ook als zodanig. Alleen om iets eventueel op te zetten eventjes. Hier vinden we weer een grote spoelbak met ook weer een stop. Een warme koud waterkraan. Je kunt hem eenvoudig wegdraaien waardoor hij meer ruimte heeft. Verlichting hieronder. Knopje. Alle bovenkastjes doet u eerst even inknijpen aan de linkerkant. En dan kunt u hem opentrekken. Kastje. Hiervoor vinden we laders. 1 grote lade met een bestekbak. En nog andere spulletjes kwijt kunnen. En een hele grote brede la waarin u pannen en andere spullen kwijt kunt. En hier linksonder ook nog een kastje om wat pannetjes of andere dingen op te bergen. Je vindt ook de gaskranen. In principe kunt u ze altijd open laten staan. Mocht er een apparaat uitgezet moeten worden, kunt u dat met deze kranen doen. Hier voorop vindt u een 220 aansluiting. Let wel op dat u 220 alleen heeft als u in de buitenkant ook de stekker in de camper heeft gezet. Normaal onder het rijden onderweg heeft u niets aan 220. Als wij inventaris bijleveren, dan zit er ook altijd een fluitketel in plaats van een koffiemachine. Je vindt ook nog een 12 volt aansluiting. Je vindt ook hierachter bij de tv op de achterwand een extra 12 volt aansluiting en de aansluitingen voor de tv. Deze kunt u er even extra bij huren. Is voorzien van een automatische schotel en een abonnement van de Nederlandse zenders. Maar dat leggen we straks even apart uit. Doen we gewoon even dicht. Hier vinden we de koelkast. Deze ontgrendelt u door deze knop even op te tillen en dan op te tillen. Hij valt automatisch weer in het slot. U hoeft geen schuifjes over te halen, wat dan ook. Deze is precies omgekeerd, dus deze trekt u wat naar boven en deze drukt u naar beneden. Pakt hem los en doet hem weer dicht. Hij staat nu aan. Dat doe je door middel van deze knop. Dus mocht hij ook in storing staan of zo, als je deze knop ingedrukt houdt, gaat hij vanzelf weer uit. Druk hem weer wat langer in, gaat hij ook weer aan. Zorg dat hij op aan staat van automatisch. Ik kan door middel van deze knop kan ik wisselen, maar u ziet hem gelijk knipperen en foutcodes geven. Als hij op aan staat, dan kijkt hij gewoon wat het nu het beste voorhanden is en dat is gas. Vlammetje. En anders krijg je een accu'tje te zien als de motor draait of een stekkertje op het moment dat de stroom op de camper staat. Met de andere kant kunt u even licht indrukken, kunt u nog instellen hoe hoog je kan staan. 4 streepjes is meestal het beste, dan koelt hij het meest efficiënt. U ziet als u hem even niet gebruikt, dan wordt hij automatisch weer donker, zodat u geen last heeft in donker van verlichting die u niet wilt zien. Alleen op het moment dat iets fout is, dan gaat hij oplichten en knipperen om aan te geven dat er wat aan de hand is. U kunt al even checken door of hierin te kijken. Als u recht in het knopje kijkt, ziet u een klein groen lampje branden. Dat betekent dat hij aanstaat. Of u drukt hem even kort in en dan ligt hij weer op. Kunt u zien, ja, alles is in orde. Dus niks aan de hand. De dakluiken. Achter hebben we al even gehad. Hier zit nog een klein dakluik. We moeten even omdraaien. Hier zit namelijk een schuifje om hem te ontgrendelen. En daarna kan ik hem hier met deze knop kan ik hem gaan draaien om hem open te zetten. Hij is voorzien van een horretje. Ik knijp het hierin en ik trek hem helemaal naar het eind. Waarna ik vastklik en een verduistering. Welke eventueel nog in meerdere standen kan. Maar ook helemaal dicht uiteraard. Ik knijp ze weer in om ze terug te laten gaan. En ik kan de dakluik weer dicht draaien met deze knop. Daarna weer eventjes de vergrendeling aanzetten. Waardoor hij goed gesloten is. Hetzelfde dakluik vind ik ook boven het bed. Maar hier in de midden vinden we nog een extra groot dakluik. Die gaat met een slinger. Die draaien we gewoon los. Kunnen we in iedere stand openzetten. Is voorzien van een verduistering en van een horretje. Kan weer in iedere stand die u wilt. Let goed op dat u niet helemaal dicht zet op het moment dat de dakluik dicht is. Dat u niet helemaal donker maakt.
in de volle zon, want dan wordt het hier tussen zo warm dat dit kan vervormen, zo warm als het wordt. Om hem te sluiten draait u hem weer dicht. Dan let er goed op dit sleufje, want nu denk je van nou mooi, hij is dicht en u gaat rijden en hij gaat klapperen. Als u in dit sleufje een rood streepje ziet verschijnen, dan zit hij ingehaakt. U hoeft hem dan ook niet nog een keer verder te draaien. U klapt de slingerklapje eenvoudig weer in. Wilt u controleren, kunt u altijd eventjes voelen dat hij dicht is. En nu weet u zeker dat u kunt gaan rijden. De ramen, alle ramen die hierin zitten, zijn van hetzelfde systeem. Die zijn voorzien van een knopje welke in moet drukken om het hendeltje over te halen. En dan kunt u het raam naar buiten klikken in verschillende klikjes, verschillende hoogtes open te zetten. Ook dit is weer voorzien van een verduistering welke u inknijpt om hem in verschillende standen te zetten. En een horretje welke u er aan vast kunt zetten. Zo kunt u heerlijk ventileren en blijven de vliegen buiten. Dit knijpt u in om weer te ontgrendelen en die gaat weer naar boven. Om het raam dicht te doen, druk hem helemaal naar buiten en hij komt vanzelf weer naar binnen. U kunt hem nog op het frame zetten met het bekje als een soort ventilatiestandje. Waardoor ze hem toch niet open kunnen maken, maar dat hij wel een beetje frisse lucht binnenkrijgt. Maar normaal gesproken zet je hem achter het frame, zodat hij goed dicht is. Let op als je gaat rijden dat alle ramen goed dicht zijn, alle dakluiken goed dicht zijn. En de knoppen van de laders van de keuken ook ingedrukt zijn, dat die beveiligd zijn. Anders dan zeilen die ook open bij de eerste beste bocht. Deze tafel kunt u nog verstellen. Er zit hier aan de voorkant een zwarte hendel, een zogeheten rem. Ik zal deze even uittrekken. Dat noemen we deze stangetjes hieronder. Deze ook naar buiten. Even kijken waar die zit. Hier een hoekje. Dan heb ik een extra groot tafelblad. En dan kan ik door meestal middel van het inknijpen van deze rem, kan ik hem verschuiven en draaien. En ik laat hem weer los en dan staat hij ook vast. En dan kunnen we hem in iedere positie zetten die we willen. Naar gelang hoeveel mensen we zijn, kun je lekker overal zitten. Ik schuif hem even die kant op. Dan gaan we even naar het bed. Dan schuif ik even achteren, dan heb ik helemaal ruimte. Het bed heeft een borging, net als een veiligheidsgordel. Klik ik in, deze ook. En dan kan ik het bed omlaag trekken. Maar eerst moet ik zorgen dat hij omlaag kan. Dan moet ik even de stoel goed zetten. Ik kan hem draaien door deze hendel uit te trekken. Dus deze hendel gebruik ik om hem te draaien. En aan deze hendel, aan deze hoek, kan ik hem inklappen. Die draaien was. Draaien dus met deze hendel te ontgrendelen. En dit, de rugleuning met deze. Dus allebei de hoeken hebben een aparte functie. Ik zorg dat ze naar voren geklapt zijn. Waardoor ik het bed omlaag kan. Ik kan hem borgen door deze knoppen in te drukken. Deze kant. En aan deze kant, dat het bed lekker stevig hangt. Het trappetje kan ik erin zetten om er eenvoudig in te stappen. Ik kan het bed gewoon opgemaakt laten. Dus de kussens kunnen erop blijven. Het dekbed kan erop blijven. Op het moment dat het opklapt is er ruimte genoeg om dat allemaal op te bergen. Hierboven vindt ook weer het dakluik met de vergrendeling, het horretje en de verduistering. U vindt hier de lichtschakelaars van de lampjes. Als u wat verlichting boven het bed wilt hebben. En u kunt daar nog uw mobiel of andere spullen kwijt die u bij het bed wilt houden. Het bed is voorzien van eventueel nog een net. Mocht er kleine kinderen ingaan of andere, u bent bang dat ze eruit vallen, kunt u dat vastmaken aan deze koppeling. Waardoor het allemaal veilig blijft. Voorzien van een lekkere lattenbodem, zodat u comfortabel kunt slapen. 'S Ochtends weer even een laddertje erop. Dit weer even naar binnen. Ik druk deze hendel in. De zijkant. Deze druk ik gewoon die kant op. Dus ik vergrendel hem door zo te zetten. En hiermee maak ik hem weer los. En ik doe hem omhoog. Zorg even dat het gordijntje erop zit. En ik vergrendel hem weer met deze veiligheidsgrendels. Om te voorkomen dat hij bij een drempel of wat dan ook omlaag zou komen. Stoelen zetten we weer even omhoog. En die draaien we weer terug naar de rijpositie. Waar ze automatisch blokkeren. En dan kunnen we weer op pad. Onder deze grote zijbank vinden we nog extra bergruimte. Ik haal deze even weg. Dan kan ik hem makkelijk omhoog laten om het uit te leggen. Flitterband even losmaken. Hier vindt u technische ruimte van de camper. Hoeft u wezen niet aan te komen. Maar mocht er wat wezen, dan kunt u ons bellen. En dan kunnen we altijd even aangeven. Kijk even naar de zekering. Dit of dat. Als er wat aan de hand is. Hier kunt u mooi nog wat flessen of andere spullen kwijt. Aan de zijkant altijd een luikje. Wat u ook hiermee open kunt maken. Voor schoenen of sloffies.
makkelijk om het hoekje van de deur op te bergen. In de gordelbank, daar zit de watertank, dus daar hebben we geen bergruimte. Maar hiervoor vinden we nog een andere bergruimte. Ik doe de band even los. Deze kunt u eventueel nog weghalen. Mocht u met 4 personen rijden en u wilt goed naast elkaar kunnen zitten, deze naar binnen schuiven, dat je hier een goede bank hebt om te rijden. En hier hebben we nog een extra bergvak waar u heel wat spullen kwijt kunt. En dan vinden we ook de vorstbeveiliging. Vooral in het voor- en najaar is het toch wel eens een instinkertje. Deze zorgt ervoor dat als het een graad of 4 wordt, dat die open springt en dat hij het water uit de boiler laat lopen. Mocht op dat moment uw waterpomp aanstaan, pompt hij, omdat de druk wegvalt, uw hele watertank leeg naar buiten. Dus mocht u de pomp horen s'nachts, dan is er wat aan de hand. Op het moment dat je de kachel gewoon aan hebt staan, het is ook het beste, dus laat de kachel op een graad of 10 staan. Dan blijft het altijd lekker behagelijk, ook s'nachts. En dan heb je nooit dit probleem. En mocht het zich een keer voordoen, moet u deze vloerdraad halen en moet u dit knopje indrukken. Wat er namelijk gebeurt bij die 4 graden, springt deze open. U hoort nu het water stromen en u hoort de pomp gelijk gaan. Ik druk deze even in en hij stopt weer. De pomp gaat weer druk maken en het is weer voor elkaar. Het is een bekend instinkertje in met name het voorseizoen en het naseizoen als ze s'nachts een keer goed afkoelt. Ik zet dit weer even terug. Deze schuiven er weer tussen. Kussentje er weer op en dan hebben we weer een lekkere riante zitgroep. Deze even zo. Hoppakee. Tafel er weer bij. Voor elkaar. Goedendag. We zijn toe aan de cabine van de Fiat Ducato. De Fiat Ducato heeft een paar vakken in de deuren waar u nog wat spullen kunt vinden. Komen we bij het contactwerk. De klapsleutel open doen. Zet hem in het contact. En u kunt de camper starten. Zelf voorzien van een 6-bak met een achteruit. Welke u naast de 1 vindt, u tilt de onderkant van de hendel op. En zet hem voorbij de 1 om hem eens achteruit te zetten. Voor de rest vindt u de gebruikelijke hendels voor de ruitenwisser en de richtingaanwijzer. En deze heeft ook de verlichting aan deze kant zitten. Verlichting kunt u eigenlijk altijd aanzetten. Gaat automatisch uit als u het contact uitdoet. Hieronder vindt u nog een hendel voor de cruise control. Die zet u dus omhoog op de cruise control of naar onderen voor de limiter. Normaal gesproken gebruikt u alleen de cruise control. Op dat moment vindt u ook rechts op de display hier een icoontje wat verschijnt. Wat aangeeft dat de cruise control aanstaat. Wilt u onder het rijden activeren, pakt u de hendel, tikt hem even omhoog. Dan houdt u op dat moment de snelheid vast. Wilt u iets harder of iets zachter, is het hoger of lager om hem bij te stellen. Op het moment dat u op de koppeling trapt, de rem, dan gaat u automatisch van de automaat af. Kunt u weer terugzetten met dit knopje hier op de kop. Cancel en release. Voor de rest kunt u het stuur nog verstellen. Onder het stuur vindt u een hendel. Die kunt u uitstrekken. Kunt u het stuur eventueel axiaal iets verplaatsen. En u drukt de hendel weer terug in positie. Nou, voor de rest hebben we de uitstroomopeningen van de kachel. Welke wordt bediend door het middenpaneel. Dit is de airco. Zet hem even op blazen. En dan kunt u de airco aanzetten. En dan kunt u hier kiezen waar u de lucht naartoe wilt hebben. Eigenlijk zoals gewoon bij iedere auto. Hier vindt u nog een aantal knoppen. Hiermee kunt u de deuren afsluiten. Zeker wilt zijn s'avonds als u te bed gaat. De voordeuren dicht zijn. Drukt u op deze knop. Als het rode lampje brandt, staan de deuren op slot. Heel simpel. Ook nog de achteruitverwarming. Ondanks dat er geen achteruit in deze camper zit. Het is ook de spiegelverwarming. Dus met dagen in het voor- en najaar, dat 's ochtends veel condens op de spiegel zit, even aanzetten en uw spiegels zijn ontwazend. Eventueel kunt u ook de ASR nog uitzetten, anti-slipregeling. Ik zou niet weten waarom. Misschien hele extreme omstandigheden, maar van een camper zou ik het gewoon lekker aan laten staan. Vervolgens vindt u een USB-aansluiting en een sigarettenaansteker-aansluiting waar u uw telefoon, navigatie of andere apparatuur op kunt aansluiten. Hierboven hebben we nog een houder voor een stuk papier in te klemmen op deze wijze. Of een andere moderne variant, een multimedia houder waarin u uw telefoon kunt vastklemmen, vastzetten, waardoor u hem goed stevig gemonteerd in het zicht hebt zitten. Doet hem weer dicht en klapt hem weer terug als u hem niet nodig heeft. Voor de rest vindt u hier links op de deur de bediening van de ramen. En hiervoor de bediening van de spiegels. Deze heeft 4 pijltjes, 2 links en 2 rechts.
Want hij heeft ook vier spiegels welke te bedienen zijn. Dus het kiest een spiegel. In dit geval pak ik even links. Kunt u gelijk meekijken. Door de joystick kan ik hier de spiegel in de stand zetten die ik graag zou willen. En neutraal is hier weer geblokkeerd. Voor de rest kunt u de stoelen uiteraard draaien, zoals u meer hebt gezien, door deze hendel te verstellen. Ik zal even contact uitzetten. Deze loshaken en dan kunt u de stoel gaan draaien. Deze stoelen zijn verstelbaar. De voorkant, achterkant. Ik denk dat we de camera even naar de andere kant moeten doen dan om dat even goed te kunnen demonstreren. Voor de rest vindt u hier nog een gekoeld dashboardkastje. Zeggen, wat moet ik met een gekoeld dashboardkastje, want ik heb een grote koelkast achterin. Maar een flesje water bij de hand is ideaal. Als de kachel op de airco op koud staat, wordt dit ook lekker koud gehouden. Heeft u een lekker fris drinkwater bij de hand. Dit was de cabine van de Fiat Ducato. Tot zover de uitleg van deze camper. Als u de camper komt halen, krijgt u ook nog een blauwe map van ons. Waarin een schadeformulier en nog eens een keer een geprint stukje handleiding. Als mede onze telefoonnummers, het kentekenbewijs en de groene kaart van de camper. Ik wens u nog een hele fijne vakantie met deze mooie volle integraal van ons. Veel plezier!